Hoi, dit is Monique van Moniloom en vandaag ga ik je laten zien hoe je verschillende Sinterklaasfiguurtjes kan maken en je kan er een labeltje van maken en ik heb bijvoorbeeld kraaltjes met letters gebruikt, mijn dochters naam. Die zou je zo aan een cadeautje kunnen hangen, als ze tenminste weten dat jij het geeft, zeg maar. Ik heb hier het pakje voor gedaan, maar je kan natuurlijk ook het Zwarte Pietje doen of het Sinterklaasje. En ik heb nog een paar andere ontwerpjes. Hier zie je dus het Pietje, het pakje en de Sinterklaas. Ik heb nog een letter voor gedaan. Je kan zeg maar ook de letter van iemand waarvoor het pakje is als chocoladeletter doen. Ik heb de boot gemaakt. Ik heb een worteltje en hier heb ik nog de P. Maar je kan natuurlijk zelf de letter maken van degene die je nodig hebt. En mocht je dat niet weten, dan kan je ook altijd op www.rainbowloom.com kijken. En als je daar bij de Alpha Loom Patterns kijkt, dus de Alpha Loom patronen, dan zie je alle hoofdletters en alle kleine letters uitgetekend voor de breedte van de Alpha Loom. Straks ga ik dit weer neerleggen. En wat je ook nog kan doen, is dat je bijvoorbeeld of als je niet de Sinterklaas doet, maar bijvoorbeeld deze, die is ook wat korter. Als je die allemaal achter elkaar maakt, zoals ik hier heb gedaan, dan kan je er een leuke boekenlegger van maken. En dan kan je bijvoorbeeld, als je kijkt naar mijn filmpje van de boekenlegger met die lieve heersbeestjes, dan zie je dat je hier ook nog of een bedeltje aan kan hangen of kraaltjes, zodat het een echte boekenlegger wordt. Dus dat kan je, daar kan je het ook nog voor gebruiken. Ik ga, dit is op de Alpha Loom gemaakt, maar ik ga eventjes voordoen hoe je dit labeltje maakt, het begin en het einde. En dat doe ik op de gewone loom. De openingen staan naar de rechterkant en dit is recht, zeg maar. Dus je hebt hem zo. Ik gebruik dan 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, zeg maar deze pinnen. En op de Alpha Loom is dat natuurlijk ook zo. Ik laat het begin zien. En het begin is als volgt. Ik laat hem dan zien met dubbelgevouwen elastiekjes. Want dat is eigenlijk het mooiste voor zo'n labeltje. Wat je doet is, je plaatst 6 elastiekjes op deze manier. Je begint links. Steeds 1 elastiekje vouw je dubbel. Dan krijg je zeg maar zo'n klein labeltje. En dat doe je over 7 pinnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nog eentje. En als het goed is heb je dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 elastiekjes. Je schuift een beetje naar beneden. Wat je dan doet is, je pakt een elastiekje. En dat doe je 4 keer hieromheen. Of 3 keer mag ook. In ieder geval 1, 2, nou 3 vind ik eigenlijk wel genoeg. 3 doe ik. Dan vervolgens, als je dus op de loom werkt, is het makkelijk. Want dan kan je hem draaien. En dan kan je gewoon normaal haken door de hele keppen naar achter te trekken. En het onderste elastiekje, dubbelgevouwen elastiekje dus, te pakken. En naar voren te haken. En zo haak je eigenlijk een kettingje. Zo beginnen alle murals. Dus dit is een soort basis, zeg maar. Dan heb ik dus dit. Dat duw ik ook een beetje naar beneden. Dit is je randje. En dan daarna kan je eigenlijk beginnen met het patroontje. Wat ik vaak zelf doe, is nog één basisrij van de achtergrondkleur. Dus dat ga ik ook nog even voordoen. En dan hoef je nog geen dwars elastiekje te gebruiken. Dus ik laat dit nog even zien. Zo begint je labeltje. En deze, alles wat je hier nu doet als eerste keer naar de voorkant, wordt je eerste rij. En dan gaan we dus haken. Dus je haakt
deze hele rand er zo overheen. Zo, je kan hem een beetje naar het midden schuiven. Dit is je randje en dit is dan dit onderste randje heb je nu. En deze heb je ook al gedaan, de eerste rij van de achtergrondkleur. Dat raad ik aan om te doen. Dan nu pak je wel een doorzichtig elastiekje of de kleur van je achtergrond. Dat kan ook. En die plaats je over de 7 pinnen. Lukt dat je nou niet? Doe er dan 2, 4 over 4. Dat die hier overlapt. Maar je mag ook in één keer doen. En nu begint het eigenlijk dat je kan kiezen welk motiefje je dan wilt. Ik ga dit hier neerleggen. En dan werkt het zo. Dat je zeg maar aan deze kant begint. Dus ik leg hem zo zodat je ze allemaal kan zien. Maar stel je voor, je gaat het pietje maken. Dan heb je dus één achtergrond heb je al gedaan. En dan ga je dit invullen. De gele stipjes zijn wit. Dus je doet dan één groene, als je groen neemt als achtergrond, doe je één groene naar boven. En daarna doe je dus 1, 2, 3, 4, 5 witte naar boven. En aan de zijkant nog één groene. Daarna doe je 7 witte. En iedere keer als je een nieuwe rij hebt gedaan, plaats je zo'n elastiekje. Nou, mocht je dit toch ingewikkeld vinden, kijk dan naar mijn mural van Sinterklaas. Daar doe ik het helemaal voor. En als je dat kan en je kijkt even naar dit begin en straks hoe ik het eindig, dan kan je deze ook. Je begint dus vanaf hier, zo, of het pakje, of de Sinterklaas. Of de letter, of de boot, of een andere letter, of het worteltje, wat je maar wil. En ik laat hem even zo liggen. Dan kan je hem stil. Dit is dus ook allemaal wit, wat hier stippeltjes geel is. En ik laat hem zo eventjes liggen, zodat je hem stil kan zetten. Uit kan kiezen welk patroontje je wil. En dan kan je dat gaan maken. En als je dat hebt gedaan, dan zet je de video weer verder en dan laat ik je nu zien hoe je zeg maar afhecht. Op de alfaloom heb ik het pietje gemaakt en daar heb ik even gewacht met afhechten zodat ik dat voor kon doen. Zo is het pietje geworden. En ik ga je laten zien, hij is helemaal klaar en ik heb ook een randje bovenop gedaan, helemaal groen. Zodat je hier allemaal groene elastiekjes ziet. En ik ga je laten zien hoe je dit moet afhechten. En dat doe je dus precies hetzelfde als je bij de loom bent. Je gaat precies hetzelfde doen als ik nu. Namelijk, je brengt alle elastiekjes van de voorkant breng je naar de overkant. Zo, dan pak je nog één keer de kleur van je achtergrond of van het randje, welk randje je wil. In mijn geval is dat groen. En dan ga je hier nog één keer zo'n randje maken. Dus je begint aan de linkerkant en je doet weer 6 elastiekjes zoals je ook begonnen bent. Doe je aan deze kant. Zo, je hoeft alleen geen kibbend hier te doen, want wat je nu gaat doen is, je gaat al deze elastiekjes ga je weer terugbrengen hierheen. Dus ik doe het één voor één, zodat het niet mis kan gaan. Oh, dat zeg ik, ondertussen pak ik ze allebei. Nou ja, één keertje dan maar. Schuif dit even goed naar beneden. Deze doe ik wel allemaal één voor één. Breng ik ze naar de overkant.
Zo, dan heb je dit. En wat je dan moet doen, dat is op de gewone loom eigenlijk makkelijker. Ga je weer zo naar die kant toe loomen. En dan wil je dat je de onderste rij, dus die je net hebt, die wil je ertussen uithalen. Dus ik ga erin, in dit lusje en ik pak de onderste en ik haak hem zo opzij. Dan nu duw ik alles naar achter, want ik wil alleen die onderste en die haak ik die kant op. En eigenlijk is dit het ouderwetse loemen, zoals we ooit begonnen zijn. Dus alles opzij, naar achter en alleen de onderste pak je. En die breng je naar de zijkant. En als je het op de gewone loem doet, dan kan je je loem dus weer gewoon recht houden en naar voren haken. Dit is de laatste. En dan bij de laatste stop je even. Dan steek je je haaknaald erin. Ik draai hem even voor het gemak. Oh. Zo, ik pak een elastiekje. En die trek ik hier doorheen. Ik zet hem op mijn haaknaald weer. En ik doe de achterste eroverheen en dat is een knoopje. Ik trek rustig aan. Dan hou ik dit voor de zekerheid even vast. En vervolgens kan je hem ervan afhalen. Ik doe het even een beetje met beleid. Zo. Kijk. Daar is mijn Pietjeslabel. En wat het is, is dat als je nou dit wil doen. Kijk, hij is dus iets groter geworden. Dat komt door noem je dat? Dat veertje. En omdat ik dus nog een extra rij erbovenop heb gedaan. Als je nu wil hier hetzelfde wil als ik, of je wil hier een mooie kraal en gewoon wat elastiekjes. Wat je dan gewoon doet, is je maakt hier een paar elastiekjes aan. En dat is dus makkelijker als je het niet op de overloom hebt gedaan. Dus ik zal het even voordoen met gewone elastiekjes. Je maakt er bijvoorbeeld 2 aan. Meestal is dat wel genoeg. Dus dan maak je zo'n knoopje. En dan zet je je haaknaald zo hier in het midden. Even kijken. Zo. En je trekt deze gewoon zo naar het midden. En als dat dezelfde kleur is, zoals hier, dan zie je dat dus niet zo goed. Dus dat ziet er heel mooi uit. Nu is het natuurlijk een ander kleurtje, maar goed. En dan rijg je hier de kraaltjes op. En dan heb ik hier nog een extra dikke knoop aan de bovenkant gedaan, zodat het blijft zitten. En je kan ook gewoon 1 kraaltje doen of wat dan ook. En zo kan je hem ergens aanhangen. Dat kan je natuurlijk ook met andere dingen doen. Nou, en hier de eventuele boekenlegger die je kan maken. Met nog wat, kan je nog wat kraaltjes aan deze kant doen. Ik hoop dat je het leuk vond. En ik zou zeggen, geef de video een duimpje omhoog als je het leuk vond. Daar heb ik wat aan. En graag tot de volgende keer. Dag!